Hallo. Hey. Hoi. Stichting Maria Magdalena. En wij zijn een stichting voor jongeren die een setje in de rug kunnen gebruiken. Dat ze die niet van huis uit krijgen of vanuit andere voorliggende instanties. En daarbij hebben we woonbegeleiding, maar ook een hoop ambulante trajecten. En de locatie die we hier huren, dan doen we activiteiten voor die jongeren. Tenminste, ik niet, ik ben als bestuurder, maar we hebben twee creatieve. Ja. Hoe ben je in de Stadsfabriek met het atelier terechtgekomen? Via Sander van Parken met Werk hadden wij dezelfde, vanuit jongeren zeg maar, zo ontstond het. En toen, het mooiste is om met jongeren aan te sluiten wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En niet alleen maar naar kijken naar de klachten, dus daarvoor steunen wij de Stadsfabriek enorm. Oké. Okay. Leuk, mooie plek. En zien jullie jezelf dit in de toekomst nog doen? Of totaal iets anders? Of doe je dit er al bij als... Nee, wij willen dit wel blijven doen, absoluut. Het steunen met mensen die dat kunnen gebruiken, met bijvoorbeeld een dagbesteding of een leuke workshops organiseren. Zodat het voor die mensen er kunnen zijn, dat ze wat minder eenzaam voelen. Ja, top woord. Waarom willen ze ze weg? Dat zo, inderdaad. Als je iemand echt wil, dan moet het. Oké, super. Bedankt voor het interview. Is goed. Tuurlijk. Jij ook.